Vandaag is het vrijdag 20 november, de dag van de ondernemer. Een initiatief van MKB Nederland om ondernemers in heel Nederland één dag in het zonnetje te zetten. Wat mij betreft helemaal terecht. We leven in een mooi land met veel welvaart gemiddeld genomen. En die welvaart begint wel bij de ondernemers die dat mogelijk maken met hun bedrijven. Die zorgen voor werkgelegenheid en zorgen dat de economie gaat draaien. Dus terecht dat jullie in het zonnetje worden gezet. Daar doen wij graag vanuit OSB aan mee door onze leden, onze ondernemers ook in het zonnetje te zetten. Jullie zijn op dit moment op onze website of op een van onze socials. Daar vind je links, rechts, boven, onder filmpjes van vier collega-leden van OSB. ASP Dienstverlening, ACS Cleaning, Nelle Schoonmaakdiensten en Novon en Vlietstra Schoonmaak. Die in een korte vlog aangeven hoe zij om zijn gegaan met corona en schoonmaak. Hoe doe je dat? Het was een bijzonder jaar als het gaat om ondernemerschap. En hoe hebben zij daar invulling aan gegeven? Wat hebben zij eruit gehaald ook? Die filmpjes geven gelijk een mooi doorkijkje in het ondernemerschap. En de mooie dingen die jullie met elkaar doen. Ik zie daar vooral heel veel creativiteit naar voren komen. De gesprekken met de klanten. De flexibiliteit van ondernemers, maar ook van hoe zij omgaan met medewerkers en de medewerkers zelf. Hoe kan je in deze tijden toch elders gaan werken? Maar ook vooral de positiviteit, het denken in kansen, het meebewegen met opdrachtgevers, ook waar het even niet kan. En als ik het allemaal zou mogen samenvatten in één zin, dan wordt mij toch vooral het belang van hygiëne duidelijk. Dat als het gaat om corona, dan is schoonmaak gewoon simpelweg een deel van de oplossing. Dank jullie wel voor het filmpje, veel kijkplezier en ondernemers, gefeliciteerd.